Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Goedemorgen, onzichtbare gemeente, luisteraars via de kerktelefoon, de computer. Ik sta hier op de kansel voor een lege kerk. Er zijn pakweg 20 mensen. Dat zijn kerkraadsleden, dat zijn wat gezinsleden van mij, de koster en de bimist. Ik stel me voor dat u in Goes, in Schravenpolder, in Kapelle, maar ook andere dorpen, ja, dat je in de kamer zit, of aan de keukentafel, met je laptop op je schoot. En daar zit je als jongere, als weduwe, als wedunaar, single, als gezin, vader, moeder, kindertjes erbij. En dan zit je te kijken, te luisteren naar de Levensbron-uitzending. We verwachten het van de Heere God. En laten we beginnen met een bemoedigend lied, een kinderlied. Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor virussen, ziekten. En ook niet voor morgen. Laten we daarmee beginnen. Zullen wij samen bidden, voorbeden doen en vragen of de Heer ook met zijn zegen deze uitzending wil ondersteunen met zijn Heilige Geest. Laten we samen bidden. O God van hemel, zee en aard. Wij komen op deze zondagmorgen, de vierde Lijdenszondag, voor uw aangezicht. In deze vreemde situatie. De psalmist zingt, ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. Maar Heren, wij kunnen vandaag niet naar uw huis. In het heiligdom waar het volk vergaderd is, maar het volk is er niet, want de gemeenteleden zijn thuis. Huisgodsdienst, gezinsgodsdienst, maar niet samen in uw huis. Wat is dat vreemd, wat missen we ook elkaar daarin? We weten dat er een gemeente thuis is. Gezinnen die meeluisteren, meezingen, meebidden op de bank aan de keukentafel, in de kamer en meelezen. Uw woord is gelukkig niet gebonden, Heren, en uw woord kan ook nooit tot zwijgen worden gebracht. Wat leven wij in een bijzondere tijd, onzeker. Crisis is een woord wat het meest gebruikt is de afgelopen week. Angst. Maar Heren, we mogen de boodschap vandaag laten horen in plaats van vrees dat er vertrouwen mag zijn en dat de crisis ons bij Christus mag brengen
die ons rust geeft voor het hart. En dat onzekerheid mag plaatsmaken voor de vaste grond die we mogen vinden in het volbrachte werk van Christus, wat ons dan ook gebeuren zal. We hebben er pas geleden nog over gesproken met elkaar in de dienst. Geen dood en geen leven, verdrukking, benauwdheid, honger of ziekte of zwaard, niets zal ons kunnen scheiden van uw liefde. En tegelijkertijd beseffen we, Heren, hoe 2020 al een jaar gaat worden die we ons hele leven niet zullen vergeten. Het jaar van de coronacrisis. Het jaar van dat de koning en de minister-president ons in één week hebben toegesproken. Dat geeft al de uitzonderlijke situatie aan. Een jaar waarin alles zo op zijn kop stond en vastigheden en zekerheden zijn weggevallen. Heren, wij willen u danken voor het evangeliewoord. Dat mag worden verkondigd. Dat komt de kamer binnen. Wij danken u voor de lente. Als we even buiten zijn en we genieten van het zonlicht, de bloesem, de bloemen, de planten, de bomen, de knoppen, dan zien we dat alles spreekt van het leven, dat u de levende God bent. Wat kan het adembenemend mooi zijn, die lentetijd die zojuist begonnen is. De zangtijd genaakt, we horen de stem van de vogels, de tortelduif en het spreekt van het leven. U bent de God van het leven. Bijzonder dat we ook leven in de lijdenstijd, Heer Jezus. Wij denken aan u als de man van smarten die onze ziekten op zich nam en onze zonden heeft gedragen. Heere, mag ons land en volk door uw Heilige Geest worden geleid. En dan bidden we dat vooral voor de leiders. We bidden dat voor de koning, voor de ministers, voor degenen die in de regering zitten. We bidden het ook voor kerkleiders, kerkenraden, gemeenteraden. Geef ons de Heilige Geest, Heren. En mogen we ons laten leiden door wat ons volkslied ons voorzingt. Mijn schild en de betrouwen zijt gij, o God mijn Heer. En op u zo wil ik bouwen, ook in deze periode. In het bijzonder voorbeden doen, o God, voor de eenzamen. De ouderen in de verpleeghuizen, de zieken die geen bezoek mogen ontvangen. Bruiloften die niet doorgaan, begrafenissen die beperkt kunnen worden gehouden. O God, wees in het bijzonder nabij waar teleurstelling op teleurstelling moet worden geïncasseerd. Wij bidden u, Heren, voor al het verplegend personeel, de medische sector die onder hoge druk werkt. Geef hen de kracht en de liefde om het vol te houden. Wij bidden u, Heren, voor de scholen in het bijzonder, de kinderen. Wat zal het ook voor de kinderen van de gemeente? Kinderen die zitten op de basisschool, maar ook de jongeren, op Calvijn. En op andere scholen, wat zal het vreemd zijn om huiswerk thuis te doen, schoolwerk thuis te doen. De leerkrachten, de leerlingen die moeten improviseren. Die proberen contact te houden met elkaar, toch nog enigszins door te gaan. We bidden u, Heren, voor de scholen, voor de kinderen die zo van slag zijn. We bidden u ook voor de jongeren die voor hun eindexamen zitten, de toetsen die beginnen, waar het behelpen is. Geef creativiteit, Heren. En we bidden u ook voor de zieken die aangetast zijn, die op de IC liggen. O Heren, wees hen nabij. Leer ook ons u aan te roepen in de nood. En dat we uw gunst mogen vinden oneindig groot. We bidden u voor minister Bruins die in elkaar is gezakt. En zijn ministerambt heeft neergelegd. Geef hem herstel. En wilt u de nieuwe minister van Rijn ook geven alle kracht. Om ook zijn taak en die taak op zich te kunnen nemen. Wij danken u voor het geluid dat mag worden gehoord. Ook in de Tweede Kamer van onze broeder Kees van der Staaij en Gert-Jan Zegers. Die niet alleen wijzen op saamhorigheid, niet alleen wijzen op werken en samenwerken, maar ook wijzen op het gebed, op gevouwen handen. Dat we dat geluid mogen horen, dat er ook nog gewezen wordt op u, Heren. En zo willen we alles bij u brengen. Geef ons een goed en gezegend uur met elkaar, in Jezus' naam. Amen. Wij luisteren nu en wij zingen mee met het kinderlied, ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. En ik verwacht natuurlijk dat de kinderen thuis
Ja, die zingen dat natuurlijk ook mee, samen met de papa's en de mama's. Wij gaan lezen uit de Heilige Schrift, uit Lucas 22, vers 14. Nou, laten we lezen tot vers 23. 14, niet tot 20, maar tot 23. Het Heilig Avondmaal. Vorige week hebben we stilgestaan bij de voorbereiding van de bovenzaal. Petrus en Johannes en de kruikdrager die ze moesten volgen. De bovenzaal is gereed gemaakt en nu wordt het Pascha en het avondmaal gevierd. Lucas 22, vers 14. En toen het uur gekomen was, ging hij, de Heer Jezus, aan tafel aanliggen en de 12 apostelen met hem. En hij zei tegen hen, ik heb er vurig naar verlangd, met begeerte naar verlangd, dit Pascha met u te eten, voordat ik ga lijden. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij, neem deze en deelt hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam brood en nadat hij gedankt had, brak hij het en hij gaf het aan hen met de woorden, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. Maar zie, de hand van wie mij verraadt is met mij aan de tafel. En de zoon des mensen gaat wel heen zoals bepaald is, maar wee die mens door wie hij verraden wordt. En ze begonnen zich onder elkaar af te vragen, wie van hen het toch zou zijn die dat zou doen. Tot zover de schriftlezing. Ik wil in de meditatie in het bijzonder stilstaan bij vers 15. En hij zei tegen hen, ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten voordat ik ga lijden. Het is bijzonder, eigenlijk zou deze zondag de avondmaalszondag zijn. En dat missen wij noden. Maar het is goed om toch ook in de meditatie stil te staan bij de stof die we eigenlijk anders hadden overdacht rondom het laatste Pascha en de avondmaalsviering van de Heere Jezus. We gaan daar zo met elkaar over nadenken. We gaan eerst een vers zingen nog. Dat is Psalm 136, 1, 4, 22 en 26. Thank you.
Gemeente, wij gaan met elkaar een klein half uurtje nadenken over het gedeelte wat we gelezen hebben. Lucas 22, vers 15. Ik zet boven de meditatie ook ons Pascha, Christus is geslacht. Ook ons Pascha, ons paaslam, Christus namelijk, is geslacht. Drie punten. Ten eerste gaan we wat letten op de paasavond. Er staat in vers 14, en toen het uur gekomen was, het was al avond geworden, witte donderdag, avond, en het uur was gekomen dat hij aan tafel ging aanliggen met de 12 apostelen. Ten tweede gaan we iets zeggen over de paasmaaltijd. Er staat in vers 15, ik heb vurig verlangd dit paasgaan gaan met u te eten, maaltijd. En ten derde het paaslam, dat is de Heer Jezus zelf, eer ik ga lijden. Drie gedachten dus, het paasavond, paasmaal en het paaslam. Vorige week hebben we met elkaar nagedacht over de voorbereiding van die bovenzaal. En dat het nog steeds zo is dat alle zuurdeeg, broodkruimels, etensresten moesten vooraf worden weggedaan. De grote schoonmaak. En dat ging heel ver. Zuurdeeg was een beeld van de zonde. En alle hoekjes en holletjes en gaatjes en kieren en boeken, tassen, zelfs je auto, kelder, zolder, alles moest helemaal weg. Zuurdeeg moest weg. Nou, die reiniging had plaatsgevonden. Petrus en Johannes hadden de bovenzaal klaargemaakt. Het paaslam gekocht, geslacht. Ze stonden erbij, hebben het verteld. En nu is het avond geworden. En je weet dat bij de Joden, de avond, die gaat, de nieuwe dag begint bij de avond. S'avonds 6 uur tot de andere avond 6 uur. Dus het is eigenlijk al donderdagavond, het is eigenlijk al de dag waarop de Heer Jezus zou gaan sterven. 14 Nisan. De Heer Jezus is s'avonds aangekomen, samen met de andere discipelen. Ze gaan de bovenzaal in en dan komt een avondvullend programma. Het Pascha wordt gevierd. En dat was, dat duurde zeker wel 1 uur of 3. En er gebeurden altijd heel veel dingen. Hij met de anderen. De Heer Jezus was het middelpunt. Hij was als het ware als een vader voor de discipelen. Hoofd van het gezin. En zo wordt het met elkaar gehouden. Op die geheime locatie die kruikdrager had aangewezen. Een onderduikadres. En dan begint het, dan zijn ze daar boven. Ik probeer me dat voor te stellen. Dan zijn ze daar boven. Ja, dan komen ze natuurlijk met vuile voeten. Dan begint eerst de voetwassing. Ja, wie gaat dat doen? Wie gaat de voeten wassen van de anderen? Niemand. Iedereen houdt zijn handen in zijn zakken. Niemand wil de voeten wassen. Ja, wie gaat dat doen? En dan staat de Heer Jezus, de meester zelf, op. En dan knielt hij, dan bukt hij en dan wast hij die vuile voeten van zijn discipelen. Aan de maaltijd wordt het stil. Kent u dat lied? Kennen jullie dat lied? Aan de maaltijd wordt het stil. Als de meester knielen wil en vol liefde als een knecht, elk apart de voeten wast en zegt, dit is wat ik wil dat jullie doen. Nou, daar heb ik het eerste plaatje bij. Kijk maar, kinderen. Zie je dat, de voet wassen. Kun je je voorstellen dat de Heer Jezus zo bukt, dat hij een handdoek mee bij, hij legt zijn bovenjas uit en neemt een handdoek mee, een kommetje met water. En hij buigt zo diep neer dat hij die vuile voeten van de discipelen wast. Weet je wat ik heel erg opvallend vind? De Heer Jezus zit op de troon normaal, hij is de meester. En hij, met gezag kan hij spreken naar anderen. Maar hij bukt zo dat de Heer Jezus als het ware nu moet opkijken naar zijn leerlingen. Zo vernedert hij zich dat hij opkijkt naar hen, terwijl hij de meester is. Wat is de Heer Jezus een diepe weg gegaan. Ik moest nog aan een ander lied denken. Misschien is dat goed om dat eens vandaar eens te draaien of zo in uw gezin. Of te zingen met elkaar, nog beter. Dat lied van Sela, als het gaat over avondmaal en Pascha. Aan uw tafel, kent u dat lied? Indringend lied, u nodigt mij aan tafel om dicht bij u te zijn, te proeven van het leven dat u deelt door brood en wijn.
Nou, en dan staat er, de voeten zijn gewassen en dan gaan ze aanzitten. Zoals wij dat doen zeker. Nee, ze zitten niet aan de tafel, ze liggen. Er staat ook in vers 14, ze gingen aan tafel aan liggen. Linkerhand, kussentje zo, en zo lagen ze aan tafel. Aan liggen, dat wil zeggen, ik ben geen slaaf, want slaven staan altijd. Maar ik ben bevrijd door de Heere. We waren slaven in Egypte, maar we zijn nu bevrijd door het bloed van het lam. We mogen nu als vrije mensen leven voor God. Ze lagen aan, staat er. Nou, en dan, ja, dan komt die schotel, die Pesach, die Pesach schotel, wat er dan aan die maaltijd allemaal te vinden is. En ik ga even naar beneden en dan ga ik aan de kinderen uitleggen wat er nou op dat Pesach, in die Pesach maaltijd, wat de Heer Jezus met zijn discipelen allemaal heeft gegeten. Ik heb het klaargezet. Want wij denken dat de Heere Jezus alleen maar avondmaal gevierd heeft zoals wij dat doen. En dan gelijk weer weg. Nee, 3 uur lang, hè? 3 uur lang. En daar stond, ik heb het hier klaargezet. Gebeurt nu nog bij de Joden, maar zo heeft de Heere Jezus daar het Pascha met zijn discipelen gevierd. 1, 2, 3, 4 bekers. En die 4 bekers waren helemaal vol met rode wijn. Nou, ga ik daar nog wat over zeggen. 4 bekers. En en dan een bord. Een bord. Een bord. En op dat bord, daar zitten 1, 2, 3, 4, 5, 6 dingen. En dan ga ik eventjes uitleggen. Kunnen jullie het allemaal zien, kinderen? Ja, ik hoop het wel. Ik krijg geen respons, maar ik hoop het wel. Het eerste, dat is een lamsbotje. Waar herinnert dat aan? Een lamsbotje, nou dat is niet zo moeilijk. Het lamsbotje herinnert aan ja, dat lammetje wat in huis was. 4 dagen heb ik vorige week uitgelegd. En dan moest het worden geslacht door de vader. Want dat lammetje moest sterven opdat ik als oudste zoon mag blijven leven. Schuilend achter het bloed van het lam ben ik gered. Ik heb mijn leven te danken aan het lam. En daar denken we aan. Dat is het centraal, het lammetje dat geslacht is, plaatsvervangend voor mij. Dan denk ik aan de Heer Jezus. Welke vriend is onze Jezus die in onze plaats wilde staan, in onze plaats wilde sterven. Ik voor u, anders had jij de eeuwige dood moeten sterven. Dat is het lammetje, dat is het lamsbordje. En dan dit, dat is een stukje gember, mierikswortel, dat is maroor, bittere kruiden. Als je hier een stukje van proeft. Bitter. Bitter. Bittere kruiden. Moest er altijd bij. Dat staat in de Bijbel. Hè? Dat staat in Exodus 12. Als je het Pascha viert, moet je altijd bittere kruiden. Om te denken aan de bittere slavernij waar ze honderden jaren in Egypteland onder hebben gezwoegd. Bitter. Eigenlijk zou het bij ons avondmaal ook zo moeten zijn. Dat we niet alleen geweldig blij zijn dat de Heer Jezus zijn bloed als het lam van God heeft vergoten. Maar dat we ook altijd denken aan de bitterheid van de zonde. De ernst en de bitterheid, Heere, wat heeft het? Uw wonderbare liefde, u gaf uw leven. Maar de ernst, het lijden wat u moest ondergaan, dat bepaalt mij bij de ernst van mijn zonde. Dat nou nodig was. Bitterheid van de zonde, dat gaat samen. De heerlijke gedachtenis, zegt het avondmaalsformulier, van de bittere dood van Christus. En dan, dat is een eitje. Een eitje. Wat doet nou een... Heeft de Heer Jezus dat ook gegeten? Jawel, jawel. Een ei, ja, dat doet denken aan... soms werd dat gebruikt in de rouwmaaltijden. Rouw. Gekookt ei trouwens, hoor, een gekookt ei. Een rouwmaaltijd. Maar een ei is ook een voorbeeld, dat is lente. In de lentemaand werd altijd het Pascha gevierd. Lente. Hoop. Het kuikentje is er nog niet, het nieuw leven is er niet, maar het zit er wel in. De verlossing is gekomen uit Egypte, maar de volkomen verlossing komt als de Heer Jezus, als de Messias komt. Wij zouden zeggen als Jezus terugkomt. Een ei is een beeld van hoop. Augustinus zei dat al, hoop.
Het nieuwe leven zit erin, maar het is het nog niet. Verwachting. En er zit ook iets in van, als je een eitje kookt, heb je vuur en water. Hè? Pannetje met water, vuur. En dan gebruiken we dan nog zoveel vuur en nog zoveel water. Dat ei wordt niet zacht, dat gaat niet kapot, maar dat wordt harder. Als water en vuur, als het volk Israël, als Gods volk wordt vervolgd door water en door vuur. Hoe harder je Gods volk vervolgt, hoe langer je en sterker je Gods volk vervolgt, hoe harder, hoe steviger ze worden. Niet kapot te krijgen, omdat God erover waakt, over hen waakt. Dat ei. En dan, ja, dit is peterselie. Dit is peterselie. En weet je wat de Heer Jezus deed? Ik ga het uitleggen. Oh, ik vind het zo mooi om het uit te leggen. Peterselie, daar begon het mee. Er staat in de schrift dat de Heer Jezus, hij zat aan. En het eerste wat hij deed, nadat die voeten gewassen waren. Het eerste wat hij deed, is een beetje van die peterselie pakken. En hij doopte het aan. Hij doopte het in een sauskommetje. Hier zit zout water in. Zout water. Zout water als een beeld van de tranen. Die het Joodse volk in de slavernij heeft gehuild. Tranen. En dat beetje peterselie of selderij, dat werd dan gedoopt. Zo. Het zoute water. En dat werd dan gegeven aan... Dan gaf de gastheer, de Heer Jezus, de hoofd van het gezin, die gaf dat als eerste aan iemand. En wie was dat? Aan wie gaf de Heer Jezus de beet in de saus gedoopt als eerste? Aan Judas. En als de hoofd van het gezin aan iemand als eerste het geeft, dat wil zeggen, jij bent de eregast. Wat een gedachte. Judas niet als de vreemde eend in de bijt, maar als de eregast, Judas. Maar jij zal degene zijn. Ik weet het. Jij wil me verraden. Je wil me verraden. Wat een gebaar van liefde van de heiland. De eregast krijgt als eerste de beten, de saus, gedoopt. Nou, dat is peterselie. 1, 2, 3, 4. En dit is een beetje, ja, is een mengsel van rozijnen en kaneel en amandelen. En dat wordt een beetje door de mixer gedaan. En dan krijg je een beetje een bruin soepje, zeg maar. Een bruin soepje. En dat bruine soepje, dat is lekker zoet. Dat is lekker zoet. Dat gebruik je in de appeltaart. Lekker zoet. En dat doet denken aan het volk Israël, dat cement, dat klei wat ze moesten gebruiken om de steden te bouwen voor de Egyptenaren, Python en Ramses. Dat doet hen denken. Maar het is ook zoet. Hoe bitter de slavernij ook is en hoe bitter het is, de Heer zorgt altijd toch voor troost. Hoe donker het is, de Heer zorgt ook voor een lichtstraaltje. Het zal niet altijd duren, die slavernij. Ik zal jullie gaan verlossen. Ik ga jullie verlossen. En dan het laatste, dat is ja een soort sla. Dat is een soort sla. En dat is, dat eten ze ook. En in het begin is dat lekker zoet en later wordt het bitter. De nasmaak is bitter. Dat wil zeggen, nou, die periode in de slavernij in Egypte, dat, in het begin was het best wel fijn onder Jozef. En toen werden ze bevoorrecht in het provincie Gozen. Maar later werden de touwtjes strak aangetrokken. Toen moesten ze werken, slavernij, mishandeld, jongetjes in de Nijl. Het werd, hoe verder je kwam, hoe bitterder en hoe harder de slavernij was. En rondom die schotel, kinderen, kijkers, luisteraars, werd dan het hele paasscha-verhaal aan de kinderen verteld. Dat is wat Jezus deed. En dan begonnen we met de eerste beker. De eerste beker. En dan sprak de Heer een lofzegging over uit. En zo werd de maaltijd begonnen. Zo werd de maaltijd begonnen. Eerst de eerste beker. De Heer heeft een dankzegging uitgesproken. En dan inderdaad naar Judas toe. Naar Judas toe. En zo werd de maaltijd begonnen. En, dan nog wat. Dan nog wat. Dat is ook heel bijzonder. Dat zijn de matzes. Heb je ze al op? Moeders, matzes kopen. Kinderen laten eten. En het verhaal vertellen. Matzes. Zijn ze lekker? Nee. Nee. Nou, een beetje boter erop, een beetje suiker, een beetje honing erop. Ik kan er wat van maken. Matzes, platte koeken. Geen gist erin, platte koeken. Zijn er drie. En weet je wat er nou gebeurde?
En zo doen de Messias beleidende Joden nog steeds. 3 matzes. En dan pakken ze de middelste. De middelste. En die middelste, die wordt gebroken. Dit stukje dat wordt verborgen door de kinderen, wordt later opgezocht. En dat middelste stukje, dat is natuurlijk veel groter, die wordt dan gedeeld aan al degenen die aan tafel zitten. Hey, dat doen we, lijkt wel een avondmaal, ja. Nou, het avondmaal is ook ingesteld bij deze paasmaaltijd. Zo wordt het gebeurd. En nou zijn de Messias beleidende Joden die zeggen, die 3, hè, dat doet wel een beetje denken aan de 3-eenheid. Vader, Zoon en Heilige Geest. Want de middelste werd verbroken. Mijn lichaam verbroken. Tot de volkomen verzoening van al onze zonden. De ene helft werd opgedeeld en de andere helft werd verborgen. En later op de avond werd die door de kinderen gezocht en dan, ja, dan mochten ze ook opeten. Er is iets verborgens in het avondmaal, wat straks als Christus komt, zal worden geopenbaard. Nou, dat is de schotel, de eerste beker en dan de tweede beker. De tweede beker die wordt genoemd in Lucas 22, we hebben het gelezen, vers 16. Vers 16, dat is de tweede beker. En als die gedronken werd, dan werd tijdens die tweede beker, werd nog niet gegeten, werd het hele verhaal verteld van de uittocht. Het hele verhaal. Begonnen ze bij het bouwen van die steden, Exodus 1, tot en met Exodus 15. En dan die plagen, en dat God Mozes zond, laat mijn volk gaan, en de farao wilde niet, en die 10 plagen worden allemaal verteld door de vader van het huisgezin. Aan de kinderen, want de kinderen moeten het begrijpen. De kinderen moeten het onthouden. Slimme kinderen, simpele kinderen, oudere kinderen, jongere kinderen, kinderen die niet willen. Ze moeten het horen. En het hele verhaal verteld. En elke keer als dan van die plagen werd verteld, dat is ook mooi. Elke keer als van die plagen werd verteld, en weer een plaag en een tweede plaag. Dan werd er een druppeltje uit de beker gedaan en dat werd eventjes zo even eruit gehaald. Waarom? Nou, als een plaag gezonden wordt, dan moeten de mensen lijden. En daar mogen we niet blij om zijn. Wijn is een beeld van vreugde. En als Gods volk zich verheugt, dat mag. Maar als mensen lijden, zelfs als je vijand lijdt, Egypte, de Egyptenaren door de plagen, dan halen we wat druppels eruit. Dat vermindert onze vreugde. We hebben geen leedvermaak. We zeggen niet, haha, lekker van jullie. Nee, we halen een paar druppels eruit, want we vinden het toch erg dat vijanden, schepselen van God, vijanden, dat ze moeten lijden. En dan wordt het hele verhaal verteld. Nou, en dan ben je wel 1,5 uur verder en dan heb je toch trek, zeg. Dan heb je toch trek. En dan is het hele verhaal verteld van de verwonderbare verlossing. De Heer met een uitgestrekte arm het volk heeft verlost. En dan komt, als dan die tweede beker helemaal leeg is, het verhaal is verteld. En dan komt de hoofdmaaltijd. Dan worden die matzes gebroken, ik heb gezegd, en dan worden ze uitgedeeld. Dat is Lucas 22 vers 17. Het brood wat wij breken, nou, dat is mijn lichaam voor u. Je kan het letterlijk volgen. Dus die tweede beker wordt genoemd in Lucas. En die matzes worden genoemd. Het brood wordt genoemd in Lucas. En dan stelt de Heer het avondmaal in bij die derde beker. Die derde beker. Dat is de drinkbeker der dankzegging. De eerste was de drinkbeker van de heiliging. Daar begon het hele avond mee. De tweede dat was de beker van de vertelling. De derde beker na de hoofdmaaltijd. En er stond natuurlijk niet alleen dit, maar er stond een hele lam op tafel. Het vlees, allemaal gerecht, allemaal gegeten. En dan na de maaltijd. De drinkbeker der dankzegging van de lofprijzing die wij dankzeggende zegenen. En dan zegt de Heer Jezus, die beker, als je nou die derde beker drinkt, dan moet je denken aan mij. Dan moet je denken aan mij. En daar heeft de Heer het avondmaal ingesteld. De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegen, waar we God voor loven en prijzen, is het drinkbeker van het bloed van mijn bloed. Nieuwe verbond. Mijn bloed. Dan denken we niet alleen aan het bloed van het lam, vroeger, tijden van Exodus, Oud Testament, maar we denken dan aan mijn bloed.
Ik ga mijn bloed vergieten morgenmiddag aan het kruis, Goede Vrijdag. Nog een paar uur, dan ga ik naar Gethsemane, dan word ik gevangen genomen. En verhoort Pilatus en op het kruis, ik ga mijn bloed vergieten tot een volkomen verzoening van al jullie zonden. De derde beker, dat is de beker waar de Heer Jezus het avondmaal bij heeft ingesteld. En dan de laatste beker, ja, die wordt niet hier genoemd, die wordt in Matthäus 26 genoemd. Waar de Heer Jezus zegt, ik zal van die vierde beker zal ik niet meer drinken. Totdat ik gekomen zal zijn in mijn koninkrijk. En ik die met jullie zal drinken aan mijn tafel. Maar dat is bij de wederkomst. De Heer Jezus van die vierde beker niet. Met andere woorden, de volkomen vervulling, die komt als Christus terugkomt. Nou, zo zit het in elkaar. En wat hebben wij er nu van gemaakt? Ik ga maar even naar boven, denk ik zo. Wat hebben wij er nu van gemaakt? Wij hebben geen maaltijd meer. Dat is jammer. Eigenlijk is dat wel jammer. Wij hebben avondmaal. We hebben een kruimeltje. En we hebben een druppeltje. Trouwens ook met de doop. We hebben ook maar een druppeltje water, een druppeltje wijn, een kruimeltje brood. Maar die hele avondmaalsetting, dat was een echte maaltijd. Zo vierden ze het in Egypte. Israël, in die eenvoudige slavenhuisjes in de provincie Gozen, gezinsviering. Zo vierde de Heer Jezus met zijn discipelen, kinderen waren er ook bij. Zo vierden ze het in Korinthe. Eerst hadden ze een liefdemaaltijd met de gemeente, de AKP-maaltijd, een liefdemaaltijd. En dan aan het eind van die liefdemaaltijd met de gemeenteleden, ja, dan was er een moment waarin het avondmaal werd gevierd. En wij, ja, we hebben het een beetje gereduceerd. Nou ja, dat is een ander punt. Ik ga nog 5 minuten verder. Nou, ik heb u iets verteld over de avond, hoe die avond begon. Ik heb u iets verteld over de maaltijd. En dan nog iets tenslotte over het paaslam. Over het paaslam. De schotel hebben we gehad. De onderdelen heb ik uitgelegd. De matzes, de 3 matzes. Er werd wel genoemd het brood der ellende, maar ook het brood van de vrijheid. De 4 bekers wijn, de Heer Jezus sprak. Hij had natuurlijk, het duurde de hele avond. En wat de Heer Jezus sprak tot zijn discipelen, dat lezen we in Johannes. De afscheidsgesprekken, Johannes 13, 14, 15, 16, 17. En hij zegt onder andere, ik ben de ware wijnstok. Terwijl hij de beker in zijn hand hield. Ik ben de ware wijnstok. Wijn spreekt van vreugde. Vreugde. Rode wijn. Waarom rode wijn? Nou, ze dachten terug aan die jongetjes die in de Nijl gegooid werden natuurlijk. Heel erg. Die overleden allemaal. Maar vooral aan het rode bloed van het lam. Daaraan hebben we de verlossing te danken. We waren slaven. Maar we mochten schuilen achter zijn bloed. En nu zijn we bevrijd en we zijn op reis naar het Kanaan. Naar het beloofde land. Weet je wat ik ook treffend vind, gemeente? Dan spreek ik even naar de ouders en degene die de volwassenen. Als het nou gaat over die bekers, hè? 1, 2, 3, 4 bekers. Die derde beker is dus de beker ter dankzegging. Die derde beker wordt genoemd in Lucas 22, vers 20. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd. Ziet, aan het eind. Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. Die drinkbeker van de verlossing. Een paar uur later, in vers 40 lezen we dat de Heer Jezus in Gethsemane komt. En dat hij dan zegt, Heere, wilt u deze drinkbeker van mij wegnemen? Dat is de drinkbeker die gevuld gaat worden met de toorn van God. De toorn van God over de zonde van het hele menselijke geslacht. Die beker wordt er voorgesteld in Gethsemane een paar uur hierna. En die moet hij drinken aan het kruis, helemaal leeg. Die beker gevuld met Gods toorn. Omdat voor ons die in hem geloven zijn navolgers, de beker der verlossing, bevrijding, mag worden gedronken. Voor hem lijden. De beker van Gethsemane, de beker van Golgotha. Voor de gelovige Gods kinderen verblijden. Ik zal bij de kelk des heils, zingt Psalm 116, bij de beker der verlossing zijn naam belijden en roepen met blijde erkentenis aan.
U ziet in vers 16 dat de Heer die link legt niet alleen naar het verleden, maar ook naar de toekomst. In vers 16 wordt gesproken, ik zal er niet meer van drinken totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. En dat lees je ook in vers 18. Totdat het koninkrijk van God gekomen is. En je leest het ook in vers 30. Ik beschik u het koninkrijk zoals mijn vader dat beschikt heeft, opdat u eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en op tronen zit. Dat is vooruitzien. Terugzien naar het bloed van het lam op de deurpost. Terugzien naar het kruis van Golgotha, lam van God. Maar we zien ook vooruit. Als de Heer aan zijn tafel, naar het grote banket. Als de Heer aan zijn tafel. In zijn koninkrijk, bij zijn wederkomst. Als hij met de zijnen het wederom zal eten. En nou zie je, het avondmaal is een soort boog. Hier is Jezus er zelf bij. En bij de wederkomst zal hij er ook weer zelf bij zijn. En eten met al de rechtvaardigen. En tussen toen, hier Lucas 22 en de wederkomst, staat als een grote boog het avondmaal bij ons nu opgesteld. Nu is hij er niet letterlijk bij. Ja, wel geestelijk, maar niet letterlijk, niet persoonlijk. En toch mogen wij als het ware als voorproef al blijven gedenken, blijven uitzien totdat hij komt. Naar die dag dat hij er zelf weer bij zal zijn. Nou, ik heb nog een paar plaatjes, kinderen, en dan gaan we een beetje afsluiten. Ja, nou, dat heb ik net verteld en nou moet het duidelijk zijn. Je ziet rechtsonder, zie je het boek, het hele verhaal wordt verteld, het Exodus-verhaal, de matzes, de drie, de vier glazen wijn en alles wat op het schoteltje ligt. En rechtsboven zie je nog een zilveren beker, daar ga ik vanavond nog wat over vertellen. De volgende. Hier zie je het beroemde heilige avond, laatste avondmaal van Leonardo da Vinci. Heer Jezus in het midden. In het midden van de plafondbalken, in het midden van de drie ramen, Jezus, het oog gaat gelijk naar hem toe. Jezus in het midden. Wie zit er links van de Heer Jezus? Ik mis de interactie. Nou ja, ik hoor het een kind zeggen. Ik hoor het via de camera. Wie zit er links van de Heer Jezus? Dat is Johannes. En wie fluistert wat in het oor van de Heer Jezus? Wie fluistert wat in het oor van Johannes? Die zegt, hey, dat is Petrus. En wie zit er naast Petrus die dat in het oor van Johannes? Dat is Judas. En in zijn ene hand houdt hij een zak geld vast. In de andere hand, ja, dan moet je een beetje beter kijken. Misschien kan je dat op de computer nog eens na afloop van deze dienst even inzoomen voor je kinderen. En dan zie je met je andere hand, dan doopt hij in die schotel, samen met de hand van Jezus. Degene die met mij de hand in de schotel doopt, die is het die mij verraadt. Hier zitten ze, eigenlijk lagen ze dus, hè, dat weet je, heb je geleerd. Eigenlijk steunden ze met een kussentje, ze lagen eigenlijk. Nou, en dat laatste, ja. Wat is dit, kinderen? Wat is dit? Kijken ze blij hier? Ja, ze kijken blij. Weet je wat dit is? Wat is er vreemd aan dit plaatje? Wie ziet het? Wat zien jullie als vreemd aan dit plaatje? Dat zijn hun armen. De armen van die kinderen. Nou, dat ga ik tenslotte uitleggen. En dan gaan we vanmiddag verder. Er was een rabbi, die lag op het uiterste, die zou binnenkort gaan overlijden. Hij had nog één wens. En hij mocht een wens doen. En hij zei, weet je wat ik eigenlijk zou willen? O Allerhoogste, mag ik iets zien van de hemel? En mag ik iets zien van de hel? Dat is goed, zei de Heere God. En hij stuurde een engel. En die rabbi mocht in een droom op zijn bed. Hij mocht iets zien van de hemel en de hel. En weet je wat hij zag? Hij zag een tafel. Zowel in de hemel, het is een legende, als in de hel.
een tafel. En die tafel die stond helemaal vol met allerlei ja, lekkere dingen. Gewoon een maaltijd, je zou zeggen een feestmaaltijd. En de rabbi werd geleid in de plaats die de hel genoemd werd. En hij zag daar allemaal mensen zitten aan die rijk gevulde tafel. En het was somber daar. En het was helemaal niet feest. Het was donker ook, somber. Mensen zagen er heel mager uit, ongelukkig uit, ontevreden uit. En hij keek eens goed en zei, hoe kan dat nou? En toen zag hij het. De mensen die hadden allemaal stijve armen. Stijve armen. Nou, dan moet je maar eens een stijve arm hebben en een pakje van het voedsel. Hoe moet je dat naar je mond brengen? Dat gaat niet. Dat gaat niet. En die mensen in de hel, die waren zo egoïstisch, die vertikten het om het te leggen in de mond van degene die tegenover hen zaten. Ze vermagerden, ze verbleekten, ze zagen er verschrikkelijk uit. En toen ging de rabbi in een visioen, in een droom, toen mocht hij iets van de hemel zien. En hetzelfde, allemaal mensen om de tafel, ze waren allemaal blij en ze waren allemaal dankbaar. En je zag dat ze er goed uitzagen. En wat was nou het geheim? Die hadden ook allemaal uitgestrekte armen, stijve armen. Maar weet je, daar was liefde, daar was liefde. En ze namen van het voedsel en ze staken het in de mond van degene die naast hen zaten. En zo waren ze goed gevoed, wel tevreden. Ze gunden, ze gaven het. Kijk, dat is nou de hemel. Waar God geeft, hier staat, de Heere heeft Israël verlost met een uitgestrekte arm. Ik pak jullie eruit en ik ga jullie brengen in het land. De Heer Jezus zegt hier, hij brak het brood en hij gaf het aan zijn discipelen. We geven het aan de ander. De rijke man die gaf niks aan die arme Lazarus. Hij vertikte het. En daarom was hij in de hel. Maar kinderen van God, de liefde van de Heer hebben ervaren. Die mogen het graag doorgeven aan de ander. Want waar liefde woont, daar gebiedt de Heer de zegen. Amen. Wij gaan nog luisteren naar een lied. En dat is Genadig Heer die al mijn zwakheid weet.
Wij zullen eindigen met een dankgebed. We doen ook voorbeden. En ik stel voor dat wij aan het einde van het gebed, dat wij hardop het Onze Vader bidden. En ik stel me zo ook voor dat ouders met hun kinderen dat thuis ook hardop met elkaar zullen doen. Ik noem in het kort de voorbeden. Familie Markwat, schoonvader van familie Markwat, de pleegvader van Peter is overleden. Zuster Zandé, waar haar oudste zoon is overleden. Broeder Bom, in een hospice opgenomen. Broeder van Binsbergen. We danken voor de ambtsdragers die hebben mogen aannemen. 3 van de 4. De rest kunt u allemaal lezen in de weekbrief. Familie Lindhout hoorde ik gisteravond. Die zal door de GZB vanuit Nicaragua worden weggehaald. En die komt naar Nederland in verband met de uitbraak van het coronavirus. Zullen we samen eindigen. Heren, wij willen u danken van harte dat uw woord mocht opengaan. Dat we toch een heel klein beetje avondmaal mochten vieren. Eraan denken, aan u denken. Als het kostbare lam van God, de Messias, de beker die spreekt van verlossing, van lijden, van bloed. Schuilen achter het bloed van het lam, dan ben ik veilig, dan ben ik safe. Dan ben ik veilig voor, niet alleen voor ziekte, maar vooral voor de doodsengel, voor het verderf. Voor de dood en voor de ondergang. Dank u wel, Heren, dat we daar toch bij stil mochten staan. Gij geeft mij brood en beker. Ik ben van zijn liefde zeker. Hij is mijn hoop. Wij willen voorbeden doen voor de familie Markwat, waar rouw gekomen is. De pleegvader overlijdt, waar je een goede band mee hebt gehad. Wil u bidden voor zuster Sandé, haar oudste zoon, die overleden is. Om als oude moeder je zoon te moeten begraven. Wat is dat verschrikkelijk. Wees u bij haar, Heren. We denken aan de oude broeder Bom, die in de laatste fase van zijn leven is gekomen. Heer, hij voelt zijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot zijn hulp en red. Hoor naar de stem van zijn gebed en ons gebed voor hem. We bidden nu voor broeder van Binsbergen, die zo topt met zijn gezondheid. Heren, mogen onze ogen zijn op u. Geef dat hij mag ervaren, Heren, ondanks de lichamelijke zwakheden en gebreken. Dat hij mag ervaren dat onder hem die armen van u zijn, die dragen door dieptes heen en door teleurstellingen heen. Wij danken u voor de broeders die mochten aannemen in het ambt. We zijn daar zo blij om, Heren. We hebben daar zo om gebeden, persoonlijk, als gezin, maar ook als gemeente op de biddag. En dan mogen de 3 van de 4 mogen daar hun ja-woord hebben gegeven. Dank u wel. We bidden ook voor die ene broeder die zijn taak in de gemeente ook heeft. Niet in het ambt, maar ook onder de jeugd. Wilt u hem daarin ook weer verder bevestigen en de vreugde geven? Zo geeft u ieder ook een plek. We bidden nu voor de familie Lindhout, die noodzakelijkerwijze weg moet. Heren, het is weer een heel gedoe, ook voor hen. Geef dat het ook geregeld kan worden, ook met vliegen. Ook dat is allemaal nog niet zeker, of ze ook overgevlogen kunnen worden. Heren, wilt u in deze turbulente tijd ook hen kalmte en rust geven. Zo dragen wij het alles aan u op. Geef ons een goede, rustige, kalme zondag. En hoor ons als we besluiten met het gebed wat u ons zelf hebt geleerd. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ontvang nu de zegen van de Heere. Staat u maar op van uw zitplaatsen en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. Amen.
u deelt door brood en wijn. U leidt mij in de stilte. Ik volg u met ontzag. Een plaats van rust waar ik u ontmoeten mag. Verbergen kan niet meer. In vertrouwen leg ik alles voor u neer. Ik vraag.